Vanaf dat het moment van de vakantie, dat het vakantie begon, heb ik genoten. Dat kwam ook omdat je natuurlijk met een titel op zak in het vliegtuig stapt. En op het moment dat je weer terug eruit stapt, dan ben je nog steeds blij met het kampioenschap. Dat blijft heel lang in je zitten. J'ai réalisé le rêve de ma femme. On est parti à Punta Cana et on a nagé avec les dauphins. Et les enfants étaient super heureux. Je hebt drie doelen. Champions League heb je gehaald nu al door het kampioenschap. Dus daar willen we zo ver mogelijk in komen. Geld voor de beker. En uiteindelijk het belangrijkste blijft weer om mee te spelen voor de titel. Champions League, hè? Het mooiste dat er is, denk ik. Behalve het WK, denk ik, in Brazilië. Maar ik denk wel, de Champions League is iedereen kijkt er naar uit. Er is geen kwalificatiewedstrijden. We zijn direct in de Champions League. Dus de voorbereiding zal niet zoveel stress meebrengen en we zullen relaxed zijn. Mon objectif cette saison, c'est de pouvoir jouer le maximum de matchs. Mais tout part d'abord d'une bonne préparation et de montrer vraiment au coach que voilà, j'ai la capacité de jouer. Comme chaque année, je pense que le club vise, et nous aussi les joueurs d'ailleurs, on vise la Ligue des Champions. Après, si on peut jouer aussi le titre avec, ce serait parfait. Je hebt nooit één speler voor een bepaalde positie. Je hebt er minimaal twee en soms wel drie. Dus concurrentie maakt het elftal beter, maakt spelers individueel beter en de beste die speelt. En we zullen de voorbereiding gebruiken om uiteindelijk weer de beste elf eruit te kiezen. Un titulaire régulier, comme j'ai dit, prendre jour par jour et pas se fixer un objectif prioritaire, mais bon, d'être assez régulier cette saison. We hebben een leuke tijden gehad met Dieu, met Safari, met Biglia. Jovanovic, veel gewonnen eigenlijk. Dus het zijn heel belangrijke spelers, we gaan ze missen. Maar hopelijk komen er anderen en misschien betere.